Zwangere vrouwen hoeven niet meer urenlang in de rij te wachten zodat hun ongeboren kind gemonitord kan worden. Met de overhandiging van een cardiotocogram voor de verloskamer van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP kunnen de aanstaande moeders voortaan sneller worden geholpen. Gynaecoloog Lakshmi Kodan zegt dat de donatie van het bedrijf Simpax International een behoorlijke steun is waarmee er zuinig moet worden omgegaan. Er worden ook trainingen aan het personeel gegeven en aan de gebruikers hiervan, zodat we zo lang mogelijk hiervan gebruik zullen kunnen maken. We hebben ook voor een apparaat gekozen waarvan we al meerdere hebben, zodat we ook beter, dat is een manier van omgaan met het apparaat. Het werk van verloskundigen wordt met dit apparaat een stuk lichter. De vertegenwoordiger van Simpax International, Manish Shogobind, zegt dat zijn onderneming haar sociale verantwoordelijkheid in de samenleving kent. Als er iets is, mag er altijd een beroep gedaan worden op ons. We staan altijd open voor alles. En, een verzoek naar ieder, zoals dokter Kodan het ook zei, we hebben gelijk gekozen voor een goed merk, dus onderhoud, en ik neem aan dat het de hele gemeenschap ten goede komt. Aan het eind van de ochtend vond een demonstratie van de apparatuur plaats door enkele verloskundigen die binnenkort met het apparaat zullen werken.